welkom bij 023 Magazine. En ja, het is nu verkiezingstijd, dus we nodigen alle partijen uit. En dit keer hebben we SP Haarlem. En naast mij zit... Frits Garretsen. Ja. En ik ben lijsttrekker van de SP. En 4 jaar geleden kwam ik voor het eerst in de gemeenteraad. En daarvoor was ik advocaat in Amsterdam. Oké, duidelijk. En naast... Sibel Ozegoe. Dit wordt mijn 4e termijn. Ik zit ruim 12 jaar nu in de gemeenteraad. Oké. Nou, dan hebben we toch op zich een ervaren kracht. En inmiddels eigenlijk 2 ervaren krachten. En een groentje, ja. Ja, nou toch. Nou, SP Haarlem. Kijk, op zich, SP is natuurlijk een bekende partij in heel Nederland. Maar ja. Ik ga het natuurlijk over Haarlem hebben, want het zijn natuurlijk gemeenteverkiezingen. Waar staat SP Haarlem vooral voor? Nou, ik wil eerst even zeggen waar de SP in zijn algemeenheid voor staat. Dan verklaar ik ook onze leus van voor jezelf, voor elkaar, voor Haarlem. Oké, prima. De SP wil er voor iedere Haarlemmer zijn. Voor jong, oud... Voor rijk, arm, voor de middenstander en voor de Haarlemmer met een beperking. En wij geloven dat het belang, het gemeenschappelijk belang van de gemeenschap, groter is als de optelsom van het eigen belang van iedereen. We zijn dus voor de samenleving, voor de gemeenschap. En we vinden een van de krachten van Haarlem, vinden we de buurten. We willen dus de komende 4 jaar voorrang geven aan initiatieven uit de buurt. Bijvoorbeeld voor een speeltuintje voor de kinderen. Meer groen voor de buurt of een verkeersveilige straat. En we willen ook veilige en schone buurten. En daarom zijn we ook voor meer wijkagenten, meer handhavers. Okay. Dat is het eerste belangrijke punt. Het tweede is, en daar zullen andere partijen het ook wel over hebben gehad, is woningnood in Haarlem. Ja, ja, zeker. 80% van de Haarlems kan niet of heel moeilijk een woning vinden. En we willen dus de komende 4 jaar heel veel bijbouwen voor de lage inkomens en voor de middeninkomens. We willen 50% van de woningen moeten huur hebben van €700 of lager. En daar moet de helft weer van een huur hebben van ongeveer €400. Dat is echt voor de sociale woningbouw, is dat toch? Ja, maar we willen ook bouwen voor de middeninkomens. Dus voor mensen met modaal tot 1,5 keer modaal. En die zijn er aangewezen op sociale koop. Dat zijn koopwoningen tot zeg maar €230.000. Of dat zijn, ze zijn aangewezen op huurwoningen tussen de €700 en €950. Daar willen we ook voor bouwen. Oké, nou duidelijk. En een ander belangrijk punt is de zorg. Ja. We willen de marktwerking uit de zorg. Dus de race to the bottom, dat degene met de laagste inschrijvingsprijs wint. We willen terug naar subsidiëring. Oké, en is dat ook in Haarlem speelt dat? Speelt dat ook echt in Haarlem? Ja, dat heeft heel erg in Haarlem gespeeld. Daar zal Sibel dadelijk nog wat over vertellen. En iets anders is dat vooral ook weer de middeninkomen, zeg maar een modaal inkomen van €36.000 per jaar bruto, die betalen heel veel eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor de thuiszorg, dan betaal je soms bijna €25 per uur voor de thuiszorg. Wat is dan het gevolg? Mensen nemen geen thuiszorg meer van een officiële organisatie, maar die nemen een zwarte werkster. Die kunnen ze krijgen voor €12,50 per uur. Nou, dan worden medewerkers in de thuiszorg ontslagen. En voordeel van de thuiszorg is dat daar ook verpleegkundigen in dienst zijn. Dus dat is toch een extra service. Dus dat vinden we heel jammer. En daarom willen we die aanbesteding willen we weg hebben. We willen weer terug naar subsidiëring. En dan hebben we nog een ander punt. Wat voor ons ook heel belangrijk is, dat is de positie van jongeren. Jongeren kunnen ook heel moeilijke woning krijgen. We willen dus ook grote aantallen woningen bouwen voor jongeren, studenten en andere alleenstaanden. En wat we ook willen voor jongeren, 2/3 van alle jongeren heeft een flexcontract, geen vaste baan. En daar kunnen we als Haarlem best wel wat aan doen, want Haarlem besteedt meer dan €150 miljoen per jaar aan aanbestedingen. Aan de zorginstellingen, die heb ik toen net al genoemd, maar ook aan aannemers voor beheer en onderhoud. En dan willen we als eis stellen dat 95% van die banen vast zijn. En ook dat 10% leerwerkplaatsen, betaalde leerwerkplaatsen, voor jongeren zijn die net van school afkomen of van de hogeschool of van de universiteit. Een hele ambitie is dat van SP. Dat is een hele ambitie. En dan is natuurlijk de volgende vraag, hoe betaal je dat allemaal? Ja, dat is dat mooi. Ja. Nou, bijvoorbeeld op de thuiszorg, daar heeft Haarlem in 2 jaar tijd bijna €8 miljoen op verdiend. En dat komt onder andere omdat we 2,5 miljoen aan die eigen bijdrage ontvangen.
Dus daarom willen we die eigen bijdrage afschaffen. Dus dat kunnen we zelf betalen. En buurtinitiatieven, om die te belonen, om wat de mensen willen belonen, is veel goedkoper als prestigieuze projecten. Hè, er zijn een aantal partijen die willen de Kennemer tunnel bouwen tussen de Schipholweg en Zandvoort. Die kost al gauw 800 miljoen euro. En dat wordt het meeste door de provincie Rijk betaald, maar moet Haarlem ook aan bijdragen. Dus daarop winnen we weer geld. Oké, nou dan ga ik nu naar je collega. dan ga ik even vragen over wat het eigenlijk dus de SP de afgelopen jaren vooral heeft gedaan, wat ze hebben gerealiseerd. Nou, wij hebben heel veel gedaan. Wij hebben mede met andere partijen hebben wij ervoor gezorgd dat er op dit moment een soort ziekenkostenverzekering is in Haarlem, waarbij de eigen risico in de premie gedekt is. Dus men hoeft niet meer te betalen. En er worden veel meer dingen betaald, zoals bijvoorbeeld een bril of andere dingen die je nodig hebt, waar je normaal gesproken betaalt. Dat hoef je niet meer te betalen. Als je een Haarlempas hebt, toch? Als je een Haarlempas hebt, inderdaad. Ja. En wij hebben ook ervoor gezorgd dat de minimaregelingen uitgebreid zijn. Er is op dit moment bijvoorbeeld extra dingen bijgekomen, zoals als je geen fiets hebt, dat je ook een aanvraag voor een fiets kan indienen. Dat voor kinderen, ieder kind moet meedoen, dat er ook laptops en dergelijke aangevraagd kunnen worden. Dus de minimaregelingen zijn verruimd. We zijn er nog niet. Ik bedoel, we zitten aan het begin. Maar het is in ieder geval iets verbeterd. Wij hebben wat gedaan met de vrouwenopvang. Dat is landelijk nieuws ook geweest. Er waren 3 vrouwen gevlucht voor de vrouwenopvang. Die heb ik 2 jaar lang begeleid. Steeds aan de bel getrokken. Steeds op de agenda gezet. En uiteindelijk zijn daar heel veel verbeteringen in gekomen. En dankzij met een andere persoon, activiste, is er toch voor gezorgd dat er een ombudsmanrapport is, waardoor dus ook landelijk daar aandacht voor is. Nou, en zo zijn er meerdere dingen die wij gedaan hebben. Ook met de thuiszorg, de T-zorg en in het ver verleden FIFA, die medewerkers die werden via de voordeur eruit geschopt. En via de achterdeuren werden ze eigenlijk voor 25% tot 20% minder aangenomen. Nou, daar hebben wij toen heel veel ondersteuning aan geboden. En, en waar ik heel trots op ben is natuurlijk in het verleden dat wij zijn de thuiszorgactiegroep, wat nu een hele landelijke bekendheid heeft, dat in Haarlem bedacht is en in Haarlem gestart is. Oké. Over dat vrouwenhuis wil ik nog even aanvullen. Wat daar het probleem was, er was 's nachts geen bewaking. Er was de ideologie van vrouwen moeten zelfstandig worden, in hun eigen kracht staan. Maar wat gebeurde er? Die vrouwen waren kwetsbaar. En hun mannen, die waren vaak mannen waar ze dus die huiselijk geweld gebruikten, die wisten hun adres. Ja. Dus die kwamen 's nachts, dus er ontstonden grote problemen. En de Sibyl voor gezorgd dat die problemen ophielden te bestaan. Ja. Er zijn nog 2 andere dingen die we hebben gedaan. De jeugdzorg hebben we raadsinitiatieven ingediend. Bij jeugdzorg, dan moesten de psychotherapeuten, die moesten nog die ellenlange formulieren per 5 minuten van de zorgverzekeraars invullen. Wij hebben ervoor gezorgd dat ze weer per uur kunnen declareren. Ze besteden wel 30% van hun tijd aan administratief werk en die tijd is nu gehalveerd. En iets anders wat we voor elkaar hebben gekregen, dat is de waarborgfonds voor de woningbouwcorporaties. Als de woningbouwcorporaties namelijk woningen gaan isoleren, dan moet het niet zo zijn dat de huurders meer huur moeten gaan betalen. Die isolatie die moet ervoor zorgen dat de energierekening lager wordt. Dus bijvoorbeeld dan stijgt de huur met 40 euro in de maand, maar dan moet de energierekening ook met 40 euro in de maand dalen. Dan maakt het voor de huurder niks uit. Nou, mocht het toch wat voor de huurders uitmaken, heeft de gemeente een waarborgfonds waarbij ze garanderen dat de huurder per maand geen hogere last heeft. Nou, duidelijk. Ja. Dan doe ik even afsluiten. Is er echt een punt waar je zegt van, daar moet ik nog even op benadrukken? Of zegt u, hebben jullie alles behandeld? Wat je denkt van? Ja, ik denk. Ik denk wel dat we alles wel behandeld hebben, maar goed, er zijn natuurlijk heel veel dingen. Hè. Laten we het hebben over 4000 kinderen die onder de armoedegrens leven. Ja. Ik heb net al benadrukt dat we heel veel bereikt hebben, maar er is nog steeds best wel veel nog te doen. Er zijn nog steeds kinderen die zonder ontbijt naar school gaan. Of er zijn nog steeds kinderen die bijvoorbeeld niet op school komen omdat ze jarig zijn, omdat ze niks kunnen uitdelen. Er zijn nog ouders die s'avonds denken van, hey, mijn kind zit op een gezonde school. Ik moet een fruit meegeven en ik heb niks. Nou, aan dat probleem, daar moet nog heel veel aan gedaan worden. Ja. En het is natuurlijk schandalig dat we in Nederland
nou ja, dat we dit nog hebben in 2018. En dan is er nog iets. We willen het schoolzwemmen weer verplicht stellen op de school in Haarlem. En we willen zorgen voor minstens 4 uur gymnastiek onderwijs per week. Nou, dat is een mooie streven, vind ik dat. Dank ook weer afsluiten, anders gaat het te lang duren, zoals in het gewoon. Kijkers, bedankt voor het kijken. En ja, als je wilt weten over de SP, nou, jullie weten nu wat meer, denk ik. En anders kun je ook nog naar de website gaan, neem ik aan, van de SP, om nog meer te weten te komen. Dus bedankt voor het kijken en tot ziens.